sorry, ik ben een beetje moe. Hallo mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. It's been a while. I know. Vandaag ben ik weer terug met een gloednieuwe video. Dus doe even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Is allemaal gratis en zou het heel leuk vinden als je dat gaat doen. Mijn laatste video was de slagingsvideo. Of de dag dat ik mijn examenuitslag kreeg. Sindsdien ben ik dus geslaagd. Happy preppy jongens. Ik ben eindelijk klaar met de middelbare school na 7 jaar. 7 jaar. Moet ik me volwassen voelen? Ik weet het niet. Voel ik me volwassen? Nee, niet echt. Ik heb gemerkt dat ik best wel veel vragen heb binnengekregen in mijn DM of gewoon onder foto's. Dus toen dacht ik, nou, we gaan even een Q&A doen. Mocht je nou ook super graag vragen eens inleveren. Inleveren? Het klinkt als een schoolopdracht. Mocht je nou ook graag vragen willen insturen, dan moet je me even op Instagram volgen. Ik heb ook wat vragen uit DM's gehaald die veel zijn gesteld. Dus laten we beginnen en leuk dat je kijkt. Vraag 1 is, wat ga je studeren? Niks. En dan gaan mensen zeggen, waarom heb je dan VWO gedaan? Gewoon omdat ik dat nice vond en dat het gewoon even, daar was ik aan toe, weet je wel. Maar dan hoef je niet per se te studeren. Ik zit nu in mijn tussenjaar en ik heb me bij wat dingen ingeschreven. Maar dat hou ik nog even onder voorbehoud, want ik weet nu nog niet of ik voor dingen ben toegelaten. Ik kan wel zeggen dat ik gewoon, ik wil in de tv, media, film, acteer vak blijven. Het is niet voor de hand liggend dat ik psychologie ga studeren, nee. Was het makkelijk om van HAVO naar VWO over te stappen? Ik ga het namelijk zelf ook volgend jaar doen. Roos, leuk dat je het vraagt. Dit heb ik ook heel veel in mijn DM's gekregen. Ik denk dat het gewoon prima kan. Als je bereid bent om er gewoon hard voor te werken. Ik vond nou niet dat ik daar aankwam en dat ik dacht, oh my god, dit is zo'n verschil met HAVO en dit kan ik nooit. En nee, dat had ik echt niet. Mocht je denken, nou, ik zou het echt wel willen doen. Nee, ik raad het gewoon aan. Wauw, ik heb echt goede invloed. Wat vind je zo leuk aan onze vriendschap? Nou, echt helemaal niks. Nou, altijd gezellig. En ik krijg gratis koffie van je, omdat je bij de koffiekoepel niet werkt. Dus weet je, dat is ook mooi meegenomen. Robin. Hoe heb je dit schooljaar ervaren? Ik vond het een heel raar jaar, door corona. En het ging ook zo snel voorbij. Ik heb gewoon niet het idee dat ik in 6 VWO heb gezeten. Wat is het laatste dat je hebt gegeten? Een croissantje. Wat is je type? Dit is weer zo'n standaard vraag die ik ook heel vaak krijg. Verder is het heel leuk hoor, Noah. Ja, het ding van types is, je bakent zo heel veel af. Maar als ik moest kiezen, ik vind het altijd wel leuk als iemand echt donker haar heeft, donkere wenkbrauwen, lange wimpers, een beetje lang. Leuke persoonlijkheid, ja. En wat ouder natuurlijk, dat is heel belangrijk. Zo, als je favoriete outfit op het moment. Zoe, wat een leuke vraag. Weet je, ik doe wel gewoon even hier een fotootje. En hier. En hier. Dit zijn een paar leuke outfits. En ik heb dit shirt, is ook nieuw. Weet je, ik ga het gewoon meteen laten zien. Het is een beetje een hippie shirt. Ik vond hem wel leuk. Ik dacht, joh, waarom niet? En ik ben helemaal into flares, want ze zitten zo lekker. Ik had laatst een spijkerbroek aan en ik dacht gewoon, wat is dit voor corset gewoon. Waar laat jij je flares korter maken? Want ik ben ook klein. Merken hebben nu tegenwoordig vaak ook petit. Heb je gewoon normale maten, maar die zijn gewoon veel korter. Dus dat is wel chill. Zelfs petit is te lang voor mij. Dus dat is hartstikke leuk. En dan ga ik gewoon naar een klerenmaker hier heel dicht bij mijn huis. Zegt hij, ja, broeken korter maken. Ik zeg, ja, natuurlijk. En dan, dus dat kan je ook nog doen. Maar ik bedoel, je hebt ook mensen met, weet ik veel, een stofschaar. Of hoe heet dat? Een stofschaar. Ben je nog steeds goed bevriend met Mats en Kortom? Nou, zeker. Zeker ben ik goed bevriend. Het is altijd heel gezellig. Ja, dat is het ook wel. Niet heel veel meer te vertellen. Hoe oud ben je? Ik ben 28. Nee, grapje. Ik ben 18. Woe, meerderjarig. Ben je onzeker of ooit geweest? Zo ja, om wat? Nou, zeker. Ik bedoel, heb je de waslijst? Mijn lengte is natuurlijk wel echt lang een onzekerheid geweest. Ik bedoel, nu ben ik er wel echt meer, denk wel zelfverzekerd over. En gewoon meer geaccepteerd dat het gewoon iets van mij is. Waar ik echt onzeker van word is als ik bijvoorbeeld in een cafeetje loop of in een club. En dat mensen dan kijken van, wat doet die 14-jarige hier? Weet je wel, dat gewoon. Het valt gewoon meteen op. En zeker in een beetje dat uitgaansleven van Amsterdam vind ik dat wel eens moeilijk. Dat mensen allemaal aannames gaan hebben. Maar nogmaals, ik zeg gewoon iets terug. Ik zeg, heb ik wat van je aan of zo? En dan zeggen ze, oeh. Dus weet je, gewoon terugpraten. Af en toe uiterlijk ook. Dat je gewoon zo'n dag hebt dat je gewoon niet jezelf aankijkt in de spiegel. Dat heb ik ook wel eens. Dan denk ik, jezus. En dan zie je allemaal perfecte mensen op Instagram. En dan denk je, nou, ik word helemaal gek. De volgende vraag is van Julia. Fuck, marry, kill. Ryan Reynolds, Patrick Dempsey of Nate Archibald. Nou, Julia is een hartstikke goede vriendin van mij. Dus die heeft zeker twee van mijn grootste celebrity crushes op zitten noemen. Even een foto van Patrick Dempsey. Foto van Ryan Reynolds. En dan een fotootje van Nate.
de liefde van mijn leven, dat zijn toch wel Patrick Dempsey en Ryan Reynolds. Dus dan ga ik Nate killen. Jee, maar wat moeilijk zeg. Nee, dan denk ik fuck Ryan Reynolds. En dan marry Patrick Dempsey. Wat is de kans? Shotje. Ik ga nu niet meedoen. Het is 12:30 'smiddags. Dat vind ik een beetje vroeg. Hoe zie je jezelf over een paar jaar? Echt, sorry. Geen flauw idee. Wie is je grootste inspiratie naast je zus? Zegt heel verrassend mijn zus. Kamala Harris. Ik heb op vakantie heb ik haar boek gelezen. En ik was echt zo onder de indruk van, ik wist oprecht eigenlijk helemaal niks van haar. Ja, ik wist een beetje de basics van Joe Biden, vrouw, leuk. Maar dat was het. Ben je in de puberteit veel veranderd qua gedrag? Dat moet je aan mijn moeder vragen. Favo artiest en favoriet op dit moment? Op dit moment zou ik zeggen Kanye West. En dan als ik één liedje van hem moet kiezen, dan zou ik zeggen toch wel Flashing Lights, denk ik. Vind je het fijn dat je nu een tussenjaar hebt? Ja. Welke serie kijk je op dit moment? Grey's Anatomy natuurlijk. Laatste appje dat je hebt gestuurd en laatste persoon die je hebt gebeld. Uh-oh. Nou, zulke interessante appjes stuur ik niet hoor. Laatste appje dat ik heb gestuurd was naar een vriendin en ik zei, hoe voel je je vandaag? Dat was om 12:53. Nou, niet heel juicy, sorry. En wat de laatste persoon die je hebt gebeld, dat was Piotr, mijn beste vriend. Dus het zijn weer allemaal vrienden en vriendinnen, jongens. Hè, wat ben ik ook gezellig. Waar kan jij nou echt boos van worden? Heb je even weer een waslijst hoor. Als ik één ding moet noemen, ja, onrecht. Maar ja, weet je, wie wordt nou niet boos van onrecht? Maar ook gewoon onrecht op kleine schaal. Als ik op school zat en er was iets niet goed, dan was ik altijd degene die dan naar de, weet ik veel, afdelingsleider ging en zei van ja, fix het even. Want daar kon ik gewoon niet tegen. Hoe gaat het nu echt met je? Nou, wat een ontzettend lieve en diepe vraag. Nee, het gaat nu goed. Ik ben lekker happy preppy. Ik slaap lekker uit elke dag. En ik leef een beetje van dag op dag. Dus het ging wel echt een periode echt veel minder. Denk afgelopen winter, voorjaar een beetje. Toen ging het echt even niet zo goed. Daar ben ik op een gegeven moment wel enigszins uitgekomen. Dus dat is echt fijn. En ik heb heel veel hulp en support gehad van vrienden en familie. En dan de laatste vraag voor vandaag is, hoe zit het nou met YouTube? Een hele DM. Gaan hierover. Wat ik snap hoor jongens. Ik zat vorig jaar dus in mijn examenjaar. Dus ik had het daar echt druk mee. En ik had daar ook geen zin in verplichtingen en deadlines van uploaden. Nu heb ik tijd. En weet je, ik ben nu heel erg in de onderstelling van, ik moet gewoon doen wat ik leuk vind en waar ik zin in heb. En dat klinkt heel logisch. Maar ik heb mezelf toch wel echt een tijdje uitgeput met dingen die ik niet meer leuk vond. Of dingen waarvan ik dacht, dit is een verplichting. En dat was een tijdje ook eens op YouTube geweest. Nu heb ik weer even wat inspiratie. En ik denk dat ook positieve gevolgen gaat hebben voor mijn YouTube kanaal. Dus abonneer lekker, like lekker, volg me op Instagram, TikTok, whatever, om op de hoogte te blijven. En dat vind ik ook heel gezellig. Dat was de Q&A weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like, abonneer, dat heb ik al gezegd. Maak er een mooie dag van. En dan zie ik jullie heel snel weer. Joe!